Hoi, ik ben Merlijn Twaalfhoven En dit jaar geef ik de Ieder Al lezing. Um, en die lezing die gaat eigenlijk over praktisch idealisme. Um, ik wil heel graag de vraag stellen, waar lig jij wakker van? En in deze tijd, waarin er ongelooflijk veel aan de hand is, wereldwijd, in je eigen omgeving, maar misschien ook wel bij jezelf, is dat denk ik een belangrijke vraag om te stellen. Wat? Houd je bezig? Waar maak je je zorgen over? En hoe kun je die zorgen en alles wat er op je afkomt omzetten in iets waar je wat mee kan? Waar je mee aan de slag kan? Waar je uh, je tanden in kan zetten? Maar ook iets wat misschien wel goed voelt om te doen. Want in een tijd waarin er een genadeloze klimaatverandering op ons afkomt, waarin de ongelijkheid groeit en er heel veel, op heel veel plekken sprake is van echt onrechtvaardige situaties, is het belangrijk dat we ons niet machteloos voelen, dat we ons niet overspoeld laten raken door wat er in het nieuws gebeurt. Zaken waar je eigenlijk geen invloed op hebt. Maar dat we in plaats daarvan kijken wat ligt er voor ons. Wat. Wat zit er, is er op ons pad? Waar kunnen we wat mee? Wat wordt, wordt er van ons gevraagd? Nou, ik ben als componist en muzikant op allerlei plekken geweest waar soms kleine of heel grote problemen waren. Conflictgebieden, eh, vluchtelingenkampen, eh, andere plekken waar mensen in armoede leven eh, en worden geconfronteerd met nou, immense uitdagingen. En ik heb gezien eigenlijk hoe je met muziek, maar ook met andere kunstvormen, Ruimte kan scheppen. En die ruimte is er om naar elkaar te luisteren, om contact te maken, maar ook om te spelen en uh, gevoelens te uiten. Te ervaren dat je misschien ook niet alleen bent met die gevoelens. Nou, en ik wil eigenlijk op zoek naar hoe we dat soort principes, principes uit de muziek, principes uit de kunst, ook toe kunnen passen in jouw leven, in de situatie die jij uh, hebt om je heen. Datgene wat jij. Uh, nou, wat er voor je ligt. Dus het is een kunstenaars-mindset die ik aan wil gaan zetten. Uh, en ik wil je uitnodigen om te komen, te komen luisteren, maar ook om mee te doen. En die vraag: waar lig je wakker van? Ook te kunnen beantwoorden met iets: wat kun je ermee? Wat kun je misschien doen en hoe kun je als praktisch idealist aan de slag? Ik hoop je daar te zien.